Ja, vrienden, in de keuken, werkend aan een nieuw recept. En het is een heel verhaal, zit daarbij eigenlijk, want ik zat een keer in een vliegtuig, zie het voor, jammer. Hoe vaak ik niet heen en weer ben gevlogen, weet ik veel. En toen zat er dus iemand naast me en die zei, hi, I'm Jerry. Hi, Jerry. Jerry was helemaal niet eens zo oud. En Jerry had als beroep, hey, stel je even voor, hij was privékok. Hij vloog over de hele wereld naar mensen met een privéjacht, zie je het voor je. En dan ging hij dus, met die rijke der aarde, en dan ging hij dus staan koken voor die mensen. En die huurde hem in, dus hij vloog overal naartoe. Wat een baan, zeg hij. Dus ik zeg tegen die Jerry, Jerry, heb jij een leuk recept voor mij? Hij zegt, nou, pak een pen, schrijf op. Dit is een recept, zegt Jerry. Daar heb ik altijd knallend succes mee. Daar gaan de mensen echt van dwars door de gangpaden. Ik zeg, nou, ik zeg, nou, gauw. En ik schrijven. Ik naar huis. Ik kom thuis. Ik denk, en ik krijg gasten. Ik denk, nou, die ga ik gelijk maken. En inderdaad, die mensen gingen dwars door de gangpaden. Daar ging een gejuich op. Toen dacht ik, dit is mijn recept. Dit is het recept wat ik altijd moet maken. Maar wat gebeurt? Ik leg dat recept weg in een boekje en ik ben het kwijt. Ja, dat hadden jullie al geraden natuurlijk. Maar wat er nu komt, dat kunnen jullie ook wel raden. En toen vond ik het weer ineens. Ik zag ineens weer ergens. Dat recept vond ik terug. Nou, ik ging helemaal uit mijn plaat. En brrr, liep ik zo door het huis. En zei, ja, ik heb het recept weer. Nou, en dat ga ik nu voor jullie maken. Morgen. Let goed op. Morgen. En je mag het niet missen. Want dit is het recept waar je altijd succes mee gaat hebben. Let op dat je dat morgen in huis hebt. Ten eerste, pindakaas. Die moet je hebben. En je moet hebben sesamolie. Die moet je ook hebben. Je moet ook hebben honing. Ja, denk erom, hè. Goed meeschrijven nu. Mosterd moet je ook hebben. En wat je ook moet hebben is ketchup. Zorg daarvoor. En dan nog paprika. Die moet je ook in huis hebben. Citroen moet je ook in huis hebben. Maar dit is dus niet alles wat je in huis moet hebben. Hè? Er is dus nog meer. Maar dit moet je in ieder geval in huis hebben. Zorg daarvoor. Want dit gaan jullie morgen maken. Dit recept. En morgen komt dit ook op het kanaal. Harry's rijsthapje. Ja, jongens, alvast smakelijk eten.